Stel, je wil luchtverkeersleider worden. Wat moet je dan doen? Welkom bij Inchecken. In deze eerste reeks van 6 afleveringen check je in bij de selectie tot luchtverkeersleider. Na het interview ga je door naar de ACT en die is hier ook op kantoor. De ACT is een 3-daagse jobsample hier op Schiphol Oost. Dan ga je achter een simulator 11 oefeningen doen die lijken op het werk wat je als luchtverkeersleider ook daadwerkelijk gaat doen. Naast je zit op dat moment een luchtverkeersleider die jou coacht in die oefeningen. Dus die jou per dag eigenlijk wat minder coaching geeft omdat je het steeds beter gaat kennen. Tijdens de ACT ben je met z'n vieren, met 4 sollicitanten, maar je werkt in duo's. Dat wil zeggen dat 2 op de simulator zitten, oefeningen draaien, en de andere 2 die zitten in de wachtruimte. Nou, daar kun je ook echt even ontspannen. Je kunt er darten, je kunt er poelen, even een boekje lezen of even kletsen met de ondersteuning om je spanning kwijt te raken. Dus je hebt ook even rust tussendoor om de feedback te verwerken om de volgende oefening weer in te gaan. Tijdens de ACT wordt er naar een heleboel complexe vaardigheden gekeken, maar je hoeft je daar niet druk om te maken. Want het belangrijkste is dat jij je goed voorbereid, uitgerust hier bent en dat jij je focust op het uitvoeren van de oefeningen. Tijdens de ACT werk je dus met een simulator en piloten. En die piloten zitten aan de andere kant in een andere ruimte. Dat zijn echte mensen die eigenlijk piloot spelen tijdens die oefeningen. Daarnaast zijn ook de psychologen aanwezig gedurende enkele oefeningen vanuit het voortraject. Dus die kijken ook mee. 10 dagen voordat je de ACT gaat doen, krijg je een e-learning toegestuurd. En daarin kan je al oefenen met de ruimte waarin je zit, met de radiotelefonie bijvoorbeeld. Krijg je ook oefeningen om al een beetje in te werken op de 3-daagse ACT. Als je de ACT met positief resultaat hebt afgerond, word je dezelfde dag nog gebeld door een van de selectiepsychologen. En rest eigenlijk alleen nog maar de medische keuring en het veiligheidsonderzoek. En dan kan je door in opleiding.